En dat is dat de zorgvraag stijgt en ingrijpend verandert. En u houdt zich daar allemaal mee bezig, dus u wist dat waarschijnlijk al. Maar 8 miljoen mensen met één of meer chronische ziekten. Dat is de helft van de mensen in 2030. Het is een onvoorstelbaar getal. Als dat het bij u het beeld oproept dat mensen achter de geranium zitten of in hun bed liggen, dan moet dat snel worden bijgesteld. Want de chronische zieke van de toekomst wil en kan gewoon meedoen. Die zal ook gewoon werken met een chronische ziekte. Die krijgt zorg thuis, met e-health, zorg in de buurt bijvoorbeeld, met mobile homes of mobiele klinieken. Of misschien wel zorg op het werk. Het maakt niet uit. Of u in de zorg werkt, of dat u patiënt bent of wetenschapper, beleidsmaker, bestuurder. Allemaal krijgen wij met deze enorme grote verandering te maken. En als wij goede en betaalbare zorg willen, dan gaat dat heel veel van ons vragen. Dan gaat dat van ons vragen dat we anders gaan werken, dat we meer samenwerken, dat we anders gaan opleiden, dat we veel meer gebruik gaan maken van technologie. En tegelijkertijd staat nu ons zorgstelsel ter discussie. Het zal u misschien niet zijn ontgaan. U hoort het u leest het in enquêtes en in opiniestukken in de krant en u ziet het in de Tweede Kamer. Moeten wij niet terug naar die goede oude tijd? Moeten we niet terug naar dat goede oude ziekenfonds? Toen de overheid veel meer regelde in de zorg, het was allemaal veel veiliger. Was dat systeem eigenlijk niet veel beter op de toekomst voorbereid? Beste mensen, het zal u misschien niet verbazen, maar mijn overtuiging is dat we dat vooral niet moeten doen. Niet alleen vanwege de miljarden aan de transactiekosten. We hebben een zorgkeuzes in kaart, dat doet de overheid eens in zoveel tijd en die berekent dan hoeveel geld zou het kosten als we teruggaan naar het ziekenfonds. Nou, dat loopt in de miljarden, 5 miljard in 8 jaar, maar 23 miljard in het slechtste geval. Dus je kunt zeggen, daarom doen we het niet. Dat is niet mijn belangrijkste reden. Dat is natuurlijk wel een belangrijke reden, maar niet de belangrijkste. Ik denk dat de belangrijkste reden inhoudelijk zijn. Want ons zorgstelsel is niet van de markt. Ondanks dat sommigen dat misschien wel zeggen. Ons stelsel is ook niet van de overheid. Wij zitten ertussenin. En dat is een hele dunne lijn. En op die dunne lijn krijg je enerzijds door bemoeienis van de overheid de toegankelijkheid en de solidariteit. En anderzijds door bemoeienis van de markt, de concurrerende verzekeraars, krijg je de prijs-kwaliteit-verhouding, de innovatie. Die dunne lijn, die lopen wij met elkaar in Nederland af. Vooral ook zorgt ons stelsel voor vernieuwing. En misschien denkt u, waar dan? Zorgt het stelsel nou niet voor heel veel regels, heel veel bureaucratie? Maar als je kijkt over een aantal jaar, dan hebben we er toch heel veel mensen bijgekregen die met goede ideeën aan de slag zijn gegaan. Met goede ideeën die dachten, wij kunnen het beter dan de gevestigde orde. En volgens mij is voor ieder systeem ontzettend belangrijk dat er ruimte is voor mensen die denken dat ze het beter kunnen. Dat is gezond. En ik denk dat ze dat zonder de legitimatie van dit zorgsysteem veel moeilijker hadden gekund. Er zijn veel meer ZBC's. Tegen de 300. Meer polyklinieken in de wijk, meer gezondheidscentra, inloopspreekuren. We hebben Parkinsonet, we hebben buurtzorg. Voorbeelden van aantoonbaar betere zorg tegen lagere kosten. Voorbeelden die de belangstelling wekken van landen om ons heen. Ik kom net terug uit Riga, daar hadden we een Europese top. En ik kan u vertellen, wij kunnen het echt niet aan. Al die delegaties die naar het ministerie van VWS willen komen. Dus ik heb gezegd, alsjeblieft, update het Engelse boekje. Dan kunnen we dat gewoon weer meegeven. Want we hebben ook nog werk te doen zelf. De uitdaging is dat wij de goede voorbeelden laten groeien en bloeien. En dat we de goede voorbeelden niet alleen lokaal toepassen. Want ik word als minister natuurlijk vaak gevraagd om lintjes te knippen. En dan zie ik voorbeelden en denk ik, top, dat zouden we overal moeten doen. Nou, daar gaat het dus om. Laten we dat eens overal gaan doen, in het hele land toepassen. En laten we het onkruid wieden. En dat heet in ons stelsel selectieve contractering. Ons stelsel heeft bijgedragen aan doelmatigheid in de zorg. De productiviteit in de zorg groeide harder dan in de rest van de samenleving. De groei van de uitgaven blijft voor het eerst sinds lange tijd onder de raming. De premie is in 2014 zelfs iets hoger dan in 2015.
We doen het in die ranglijsten, ofwel hier daar kunnen we daar nog een hele de boom op zetten, zeker met dit gezelschap. Doen we het in ieder geval, laten we het zeggen, behoorlijk heel aardig. We zijn solidair als je nou bedenkt dat je met een minimum inkomen in Nederland en de zorgtoeslag die je daarop ontvangt, dan ben je per jaar zo'n €500 kwijt aan je zorg. En daar zit de gemiddelde eigen risico in. En dat is een aantal tientjes lager dan 10 jaar geleden. Als je kijkt naar modaal gezin, 2 keer modaal gezin, die betaalt zo'n €1400. Dat is €500 meer dan 10 jaar geleden. En dat met een stijgende vraag, want we hebben een vergrijzende samenleving, maar vergis u niet, samenleving verandert ook in zijn wensen. We hebben veel meer wensen dan wij vroeger hadden. Veel meer eisen aan de zorg. En ook als we kijken naar het stijgende aanbod, als je kijkt naar wat er in het pakket zit en wat ik voorbij zie komen, maand na maand en jaar na jaar, wat wij toevoegen aan het pakket, aan nieuwe behandelingen, nieuwe technologieën, nieuwe geneesmiddelen. Dat betekent niet dat we een perfect zorgstelsel hebben, voor zover dat al bestaat. Maar om met Darwin te spreken, het gaat bij evolutie niet om wie de beste of de sterkste is, maar het gaat erom wie zich kan aanpassen aan de veranderende omgeving. En daar zit onze kracht. In ons stelsel zit veel ruimte en dynamiek. Voor zorgverleners, voor verzekeraars en voor patiënten. Om op elkaar te reageren, om bij te sturen, maar ook om nieuwe dingen te proberen. Als de vraag verandert, dan moet ook het aanbod veranderen. Zorgverzekeraars kunnen onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Wij kunnen meebewegen met wat er nodig is. Maar de vraag is natuurlijk, doen we dat in voldoende mate? Benutten wij die inherente kracht van dat zorgstelsel? En ik denk dat daar een probleem zit. Wij kunnen er meer uithalen dan erin zit. Sterker nog, wij moeten er meer uithalen dan erin zit. Betere zorg tegen lagere kosten, meer innovatie en meer samenwerking. En dat is dus geen samenvoeging in de vorm van fusie naar fusie naar fusie. De NZA heeft onlangs, overigens, na jaar op jaar fusies positief te hebben geadviseerd, hebben ze eindelijk berekend dat fusies veel kosten en weinig opbrengen. En wij moeten dus echt een veel scherper beleid voeren op fusies. We moeten het stelsel laten werken, zodat we kunnen doen waar de samenleving om vraagt. Bijvoorbeeld e-mental health. Als je kijkt, dan is dat echt heel fijn voor de patiënt. Eigen tijd, eigen plaats. Al is het half in de nacht, kun jij een behandeling krijgen. Aantoonbare resultaten, goedkoper. En toch komt het heel weinig landelijk van de grond. Veel te weinig. E-health in de curatieve zorg. Een meneer met COPD die vertelde in de Volkskrant hoe blij hij was met zijn iPad. Want via die iPad werd hij in de gaten gehouden door de longverpleegkundige in het ziekenhuis. Geen lange en vermoeiende ritten meer naar dat ziekenhuis. Hij loopt niet meer zo snel infecties op. En als hij die oploopt, dan krijgt hij een enorme benauwdheid. Minder opnames in het ziekenhuis. Hij heeft gewoon zijn ziekte, COPD, veel beter onder controle. Maar nog maar 100 COPD-patiënten worden op deze manier begeleid. Met als resultaat 25% minder opnames. Hoe kunnen wij hier nou handen aan voeten aangeven? Hoe kunnen we nou zorgen dat we dat niet alleen bij die 100 doen, maar bij alle COPD-patiënten waar dat werkt? Waarom kopen verzekeraars deze vorm van e-health niet op grote schaal in voor hun verzekerden met COPD? En natuurlijk, als je dat doet, dan zal dat betekenen dat een ziekenhuis bijvoorbeeld minder inkomsten zal krijgen. Maar dat kan gecompenseerd worden door de groeiende zorgvraag. Door steeds vroegere opsporing van ziektes en ook nieuwe ziekten. En het geld dat we kunnen vrijspelen met bijvoorbeeld de inzet van e-health, dat geld hebben we ongelooflijk hard nodig. Laat ik bij de longziekte blijven. Afgelopen vrijdag is in de Verenigde Staten een trial van het middel Opdivo voortijdig gestopt. Het bleek zo goed te werken voor patiënten met longkanker dat het onethisch werd gevonden om het nog langer van de markt te houden. Dat komt dus op ons af. Geschatte wereldwijde kosten van dit middel in 2019 is $6 miljard. En die schatting is gemaakt voor die succesvolle trial. En er zitten nog meer extreem dure geneesmiddelen in de pijplijn. En een aantal komen er echt al heel snel aan. Extra kwaliteit van leven voor hele ernstig zieke mensen. En na jaren van stagnatie, want dat kunnen we eigenlijk wel zeggen,
van weinig echte innovatie komt er nu echt een golf van vaak hele dure, echt nieuwe, betere behandelingen op ons af. En dat vraagt om keuzes. Dat vraagt om keuzes voor de samenleving. Moet alles wat kan? Dat vraagt voor keuzes voor mensen in de zorg. Wat kunt u doen in de zorg om onzinnige zorg niet te leveren? Om medicalisering tegen te gaan? Wat doet u in de zorg om u transparant op te stellen? Bent u onze bondgenoot in het leveren van gepaste zorg en het niet leveren van de zorg als die niet gepast is? Van de zorgverzekeraar, die koopt de zorg in. Dwingen ze de zorgverzekeraars nou betere zorg af en hogere kwaliteit in die inkoop? Of klappen ze hun computertje open en zeggen, nou hetzelfde als vorig jaar, maar dan 1% goedkoper alsjeblieft? Betrekt de zorgverzekeraar de aanbieder inhoudelijk in de onderhandelingen? Vraagt hij naar wat beter kan en wat gepaster kan? Of moeten beroepsbeoefenaren tekenen bij het kruisje? Dan heb je geen onderhandeling over kwaliteit, geen gesprek over kwaliteit. Dan heb je een dictaat. En dat strookt niet met het uitgangspunt van ons stelsel. Want daar zeggen we toch dat je onderhandelt op prijs en kwaliteit. Maar ook patiënten kunnen hun rol beter pakken. Namelijk, bent u kritisch op uw eigen zorggebruik? Ben ik als patiënt eigenlijk wel bezig met gepaste zorg? Kan ik mijn leefstijl verbeteren? Leef ik eigenlijk wel gezond genoeg? Of als ik patiënt ben, ben ik dan ook actief in het meedenken in het gezamenlijke gesprek in de spreekkamer dat ik heb met mijn arts? Ik denk dat er een gigantische druk komt op onze gezondheidszorg. En dat dus nog vele van de ministers die na mij komen, net als de ministers die voor mij waren, dit grote probleem met veel dilemma's op hun bordje zullen hebben. En daarom denk ik ook dat de Celsus Academie heel erg hard nodig is. En ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk om met die promovendi hier te praten en te zien waar zij zich echt met grote problemen van de toekomst bezighouden en zoeken naar de oplossingen daarvoor. We hebben mensen nodig die meedenken, maar we hebben net zo goed mensen nodig die tegendenken. Die zeggen, wat een flauwekul wat u daar zegt, ik zie dat anders. Want alleen bij wrijving krijg je glans. Wij moeten over de landsgrenzen heen kijken. Het is ongelooflijk goed om te kijken hoe ze het in andere landen doen. Nieuwe ideeën ontwikkelen voor nieuwe oplossingen. Oplossingen waarmee we die grote uitdagingen met elkaar kunnen aangaan. Ik wil u dan ook heel veel succes toewensen en heel veel inspiratie. Want dat hebben we allemaal hard nodig. APPLAUS